het is een sprookachtig kasteel. Het is een beetje zoals die alle grote kasteel die we kennen. Ja, dat spreekt tot de verbeelding van de kinderen, speciaal tijdens de kerstperiode met al die kerstsfeer en zo. Dat is mysterieus. En de kinderen, iedere keer, ze vertrekken met ogen. En ze denken aan wat ze hebben gezien, ze dromen voor weken. En we vinden het allemaal fantastisch.